President Chandrika Prasad Santokhi is tevreden over de vooruitgang die in 2023 is geboekt en de inzet van de regering voor het herstelprogramma. Dit programma is ontworpen om de economische uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd aan te pakken en de basis te leggen voor duurzame ontwikkeling. Het staatshoofd zei tijdens de jaarafsluiting met de regering op woensdag 27 december dat ondanks de moeilijkheden die ze onderweg tegenkwamen, er aanzienlijke resultaten zijn geboekt. Minister Uraiki Tramsaran bezocht op 21 december met zijn team de CASA's, de Zorg en Hoop, waar de luchtvaartdienst en terreinen zijn gevestigd. Tijdens een rondleiding en presentatie benadrukte de minister de cruciale rol van het luchtvaartpersoneel en kondigde hij een commissie aan om de naleving van internationale normen te verbeteren. Hij erkende urgente kwesties zoals landingssystemen en salarisaanpassingen die gezamenlijk worden aangepakt. Ramsaran waardeert goed werk en drong aan op het behalen van doelen met meetbare resultaten, terwijl hij het personeel aanmoedigde om hun inzet voort te zetten. Wetsdienaren van politiebureau Nieuw-Nikeri hebben op 26 december een zwartgelakt voertuig met 4 illegale vreemdelingen richting Henaar op de Meester Ataula-weg gestopt na een melding. De bestuurder, tevens taxichauffeur, beweerde dat enkele vreemdelingen via de backtrackroute Suriname waren binnengekomen, maar geen van hen kon een paspoort tonen. De taxichauffeur en de illegale vreemdelingen zijn gearresteerd en naar het politiebureau Nieuw-Nikeri gebracht. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de taxichauffeur in hechtenis genomen, terwijl de illegalen in vreemdelingenbewaring zijn geplaatst in afwachting van hun uitzetting.